Ja, deel van het werk doen we in kantoren achter computers. Maar het belangrijkste werk is natuurlijk nog altijd met onze handen. Dat doen we in allerlei verschillende soorten laboratoria. Dit lab, als ik het even openmaak, is helemaal bestemd voor het kweken van weefsels, van menselijke weefsels in dit geval, die mini-orgaantjes. Het moet helemaal steriel gebeuren, vandaar de witte jassen en die stofkasten, de organoïden. Die kun je hier ook zien. Die kan je zien onder een... Ik weet niet of dat op dit moment lukt, willen we even naar binnen? Ja, ik ben wel benieuwd. Wie kan er even een organoïd... Heb je iets bij de hand, wat op die microscoop en het scherm kan? Ja, ik kan maar. Laten we even kijken. Kijk, hier, het wordt allemaal op ijs gehouden als de cellen niet al te hard moeten groeien, bij 4 graden. Die kasten zijn volledig stofvrij, die komen eigenlijk uit de ruimtevaart technologie. Gefilterde lucht, want stof zit de bacteriën in. Als er bacteriën in die kweken vallen, dan gaan de cellen dood. Vandaar ook de handschoenen en de witte jassen. Hier hebben we een soort van moderne petrischaal. Eigenlijk 12 petrischaaltjes bij elkaar. Je hebt ze tot 1500 van die hele kleine petrischaaltjes in één plaat. Daar zit medium in. Zeg maar de groeistoffen, aminozuren, vetten, koolhydraten, vitamines. En de groeifactoren die wij toevoegen. En als je dat allemaal goed doet, dan, zoals Frans dat hier gedaan heeft, dan zie je heel mooi die orgaantjes. Het zijn eigenlijk blaasjes van cellen die langzaam groeien tot een bepaalde grootte. En dan met de hand doen we dat nog, moeten we ze in stukjes breken. En dan zijn ze weer klein en dan groeien ze weer door. En dat doe je denk ik elke week een keer, dat doorzetten. Ja, en dit zijn mini-niertjes? Mini-niertjes, ja. Kan dit uitgroeien tot een nieuwe nier? Dit zijn nog de cellen van een nier. En een nier is een ontzettend complex orgaan met van buiten naar binnen allerlei verschillende lagen van cellen. We zijn hier net mee begonnen. Weet je al welk type dit is? Ja, dat is vooral het laatste deel van het neefrol. De functionele buis van de nier, daar kunnen ze een deel van heel goed van groeien. Het andere deel zijn we nog aan het optimaliseren, ze moeten nog aan werken. Maar dit is ook een belangrijk deel van de nier en dat kunnen we heel goed groeien. Ja, dus wat we denken is dat we een aantal verschillende nieren zo complex dat we waarschijnlijk verschillende componenten apart moeten opgroeien. En als we die bij elkaar brengen, dan zou mijn voorspelling zijn dat dan de natuur zo in elkaar zit dat er dan spontaan zich een nier uitvormt. Nou, daar zijn we nog niet, maar dat is... Het mooie is, je kan ze uit urine kweken. Die cellen zitten in urine, zitten altijd wat cellen, die zijn losgeraakt uit het orgaan. En dat heeft Frans ontwikkeld. Ook blaas, maar vooral nier kan je zo kweken uit urine van een patiënt of een gezond persoon. En, maar dit leeft dus? Dit groeit. Nu koelt het langzaam af. Dus zo gauw het bij 37 graden zit, dan als je hier films van de cellen maakt, dat moet je op een andere manier doen, dan zie je dat die cellen delen. Eén keer per 2 dagen of zo. En dus morgen zal het ding zo groot zijn. En op een gegeven moment wordt hij te groot en dan moet je hem in stukjes breken. En dan valt hij echt in fragmentjes uit elkaar, sluit weer, wordt weer een mini-orgaantje en begint weer te groeien. En dit stopt eigenlijk nooit. Als we het eenmaal de condities helemaal rond hebben, en dat is voor elk orgaan anders, en dat is een beetje opvallen en opstaan, maar als we het eenmaal rond hebben, dan tegen elk dogma in kun je dit gewoon eindeloos blijven doen. Dus je kan ze elke week 2 tot 3 keer, sommige groeien 10-voudig per week, en als je dat een jaar volhoudt, dan heb je het hele universum vol darm of prostaat. Dat wil je misschien niet. Het groeit eindeloos door als je... Iedereen dacht, wij hebben allemaal geleerd, ze kunnen een paar keer delen en dan stopt het. Dat is het normale gedrag van een cel en degene die doorgroeien, die niet stoppen, dat zijn kankercellen. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Frans, ik weet niet hoe lang deze nou in kweek zijn. Deze is 4 maanden. Ja, goed, die is al 4 maanden continu aan het groeien. En hoe groot is die echt dan? Wat wil je, hoe groot is die? Dit is een uitvergroting. Maar... Nou, dat kun je zien. Dit is 1 millimeter eigenlijk, of iets meer dan een millimeter. Dus je kan ze met het blote oog zien. En met darmpjes bijvoorbeeld, een darm is natuurlijk een buis, één lange buis. Kijk hier wel. Ja, ik weet niet of dat... Als je de deksel eraf durft te halen, dat zou ik maar niet doen. Ja. Dus als die deksel eraf gaat, dan vallen er bacteriën in, stof, en dan is het...
Je ziet, je ziet van die bolletjes liggen en daar zitten die structuurtjes in. En die kunnen zien als hele kleine witte puntjes. Maar nu zit er ook wat condens op, dus het wordt wel een beetje lastig, denk ik. Maar je hebt gewoon een doosje leven in handen. Een doosje leven? Ja, ja leven, ja. Klopt. Dus nu moet ik er gewoon nog in kijken zoals ik al vaak heb. Ja, ja. Harry, zou jij zou je nog koepels willen snijden vanmiddag? Eens laten zien hoe dat is. Misschien wel. Kijk, wat hier nou gebeurt. Hier zijn die dunne plakjes weefsel zijn opgepakt op zo'n glaasje. En die worden nu, dat ziet er vrij amorf uit. Daar kan je niet heel veel aan zien. Maar je kan op allerlei manieren, en er zijn de afgelopen eeuw honderden manieren voor bedacht. Met allerlei kleurmethodes kan je dingen zichtbaar maken in dat weefsel. Dit is heel klassiek, dus dit is typisch wat in een ziekenhuis heel veel gebeurt. Maar dat paars wat ik daar zie? Paars is een paarse kleur, zoals een hele neutrale, die kleurt eigenlijk alles een beetje aan, alles in net een andere tint paars. En dan een pathologisch daar oefening, die kijkt hier naar, dit is wat hij kent, die ziet meteen, dit is normaal, of hier zit een virusinfectie in, of hier zit een ontsteking in. Kun jij dat ook zien? Voor darm, dus muizendarm weet ik, kan ik het wel, maar nee, want pathologen die kennen honderden verschillende ziektebeelden. Die moet ik echt gaan bladeren en zoeken en overleggen. En muis is weer niet mens, dat ziet er net anders uit. Dit is allemaal ook hele standaard. Dit is altijd heel belangrijk in een lab, de muziek. En dan zijn er eindeloze discussies, moet de muziek aan of uit? En we hebben één lab zonder muziek en één met altijd. En welke muziek is natuurlijk wel belangrijk. Dit is ook heel standaard met behulp van elektrische velden. Dat door dit apparaat wordt gegenereerd. En een gel kan je kleine beetjes DNA boven in een gel brengen, spanning erover zetten en dan loopt dat DNA langzaam naar de andere kant. Hoe groter het is, hoe trager het loopt. En op die manier kan je stukken DNA van elkaar scheiden. En de typische beelden die je ziet van forensisch DNA-onderzoek is een PCR. Dus veel DNA maken van een heel klein beetje. In stukjes knippen, hier opzetten en kijken of het patroon wat verschijnt lijkt op het patroon van een mogelijke dader. Dus dit is echt heel, heel basale moleculaire biologie. Nou, misschien, Hans, je hoeft niet alles te laten zien hoor. Alleen de echte bijzondere dingen die voor jouw onderzoek van belang zijn. Zullen we nog tijd overhouden om nog even. Kijk, dit is het werkpaard. Hè? Dit is als moleculaire bioloog heb je dit. Die zijn van jezelf. Niemand is net als een pistool of een weet ik het wat, of een viool. Dit is waar je mee werkt. P20, die stel je in. Zoveel vloeistof. En wat je doet is, je haalt vloeistof ergens uit en je brengt het ergens anders in. En op die manier kan je elke stap in het DNA ontwerpen, kan je voor elkaar brengen. En dat gebeurt altijd in dit soort buisjes. Helemaal een heel klein beetje zit al erin, daar zit het DNA. En als ik dat DNA wil knippen, dan doe ik met die pipet een enzym erbij bijvoorbeeld, dat heel precies op één plek knipt. En dan heb je twee stukjes. En dan kan ik dan weer wat tussenin zetten en dan kan ik het weer aan elkaar plakken. Dus dit is eigenlijk de essentie van wat je doet als je moleculair bioloog bent. Ja, dit is dus een microscoop waar het monster ligt. Hè. Daar zijn de lasers en de lenzen en de laser zit in die kast. Een enorme hoop technologie. Biologen bouwen nooit hun eigen apparaten. Fysici bouwen hun eigen apparaten. Wij werken samen met bedrijven of verkopen bestaande apparaten. Mooi, dat is prachtig. En does it still turn? Ja. Nou is het een ongeveer te groot van een normale leven. Zo, elk zeg maar, rode domeintje is één cel. En hier bijvoorbeeld kan je mooi zien dat er is nuclei. Zo, blauw is een kern. En purple is the boundary of the cell. So you can see that in all of these cells there's at least one. Do you get binucleated? Yes, I don't see it. Oh, now from the bottom we can see the you see difficult the to see, right? You see all the nuclei, see all the kernen? We have, I don't know whether we see it easily here, because unfortunately we don't really see the boundaries between the cells. Very well, yeah. So you need to have, you could hear it on an app cam or something? Yeah, then it works better.
Wow. So this, because this is phalloid in here. Yeah, yeah. The purple. But the flip side is beautiful with the nuclei. Yeah. Yeah. En met rood en groen, dus lever heeft twee celtypen. De ene kleurt in rood aan en de andere in groen. Dus je kunt zien dat je ze allebei maakt. Nou, jullie geven die kleuren eraan. Ja, ja, nee, er zijn duizenden dingen aan te kleuren in. Dus je kiest op een gegeven moment wat is het meest informatief. En je zal ongetwijfeld een aantal andere kleuringen hebben gedaan. Voor de buitenkant van de cel, binnen de boven de onderkant, het celtype. Maar wat hij aan het proberen is, hij probeert echt in 3D veel meer weefsel te maken. Dus hij heeft een soort support gevonden. En het zijn een soort nylon draden met een bepaalde diameter. Een soort meshwork en daar groeien ze blijkbaar, vinden ze petten, daar groeien ze helemaal vol met dit soort structuren. En wat we nou samen hebben bedacht, het nylon is natuurlijk als je dat bij een patiënt implanteert, dan dat is vervelend, want dat zit het rest van je leven. Maar je hebt ook een soort biodegradable materiaal, wat ze ook kunnen spinnen in precies dezelfde dikte en dezelfde structuur. En die hebben we nou besteld en dan is de hoop, de verwachting dat ze dit ook doen. En dit is gewoon een plug van een paar, zo'n half centimeter groot, die zou je als het ware zo in een lever kunnen zetten. En dan groeit hij waarschijnlijk daar vandaan helemaal die lever voor. Ja. Dat zien we nu al in muizen gebeuren. Het beeldrijnt allemaal als gek aan elkaar. Ja, hè? More food for... Maybe another one would be the neutrophils as a huge movie. It's maybe a bit too big. Oh yeah, that's good. So this story should be close to completion now. Yeah. So what are we looking at here? This is neutrophils. Oh yeah. Oh the... who gave them to you now? I think this, Louis or this is from this is from Louis and Linda. So this is the immune system attacking an infected human lung organoid. Yeah, exactly. Right? And then there's a viral infection. Exactly. So red is the virus. Yeah. And all green are the immune cells. They just come and now, from all but directions. Now you have a movie or is it just a yeah, this image? Is still I think the computer is not good enough to show you the movie right away. Oops. Maybe I haven't exported. Oh, yeah. But they get chemo-attracted. It does look like it, yeah. Because the previous movie, they just all blew up. Mm. Yeah, in this case, we optimized conditions a bit. Yeah. So basically here you see the green neutrophils. And do they kill the... Actually, there's you want this, apoptosis, right? Yeah, exactly. The, so there's, basically you see the green cells in the beginning. Do you see new cells forming? Yeah, well, yeah. This one looks like it's dying. Yeah. The and problem is... It has a neutrophil stuck onto it. A couple, yeah. Down here as well. That is spectacular. So the ones that... where do they come from? The ones that sort of appear in the image? Like there? Which ones? This one? This one? There's another one in the middle. Or they just there outside the plane, and like this one? So basically also to make it more 3D like I overexposed the top layers and then the underlying are just less bright, but they come up indeed, they're extruded, this is what we see in the organoids anyway, when they're infected with RSV, what I would call the EMT, correct, and now you have the immune cells on top and they look like they're attacking, but they survive, right? The immune cells, this is a couple of hours, we don't have them as long as B cells.
and the red that appears outside? This is the neutrophils that die? It's leaking, so what I have is in white is a DNA dye that is only staining DNA that's outside the cells. Yeah. So these are basically exploding neutrophils, and then you have these netosis. So it also shows they're extremely stable. Yeah. It's very rare. Yeah, and then the red is just leakage from the white in my channel. In order to get the temporal resolution, I cannot image every channel separately.